Industriepolitiek was de laatste decennia een vies woord in de politiek. Het geloof in de open economie was eindeloos en het ging Nederland economisch goed. En sindsdien is er veel veranderd. Na Brexit, America First en de Chinese nieuwe zijderoute zagen we tijdens corona wat er gebeurt als de internationale logistiek komt stil te liggen. We zijn als Nederland en Europa te afhankelijk van andere landen. En dat is niet in balans. Nederland heeft prachtige maakbedrijven van hoge kwaliteit die ons voorzien in mobiliteit, gezondheidszorg, voedselvoorziening, energie of de toegang tot de digitale wereld. Daar werken honderdduizenden bevlogen vakmensen, zoals monteurs en ingenieurs. Bij multinationals zoals ASML, DSM en Philips. Maar nog veel belangrijker bij al die midden- en kleinbedrijven in al onze provincies. Met de juiste aandacht, plannen en steun kunnen zij ervoor zorgen dat Nederland slim en strategisch minder kwetsbaar wordt. Dat Nederland en Europa voorloper blijven in het maken van hoogwaardige en essentiële producten. Het is daarom tijd voor een nieuwe industriepolitiek. Eén die uitgaat van maatschappelijke waarden en publieke belangen. Eén die gericht is op een goed investerings- en innovatieklimaat en op strategische autonomie. En één die de randvoorwaarden schept voor de volgende generatie maakbedrijven en een sterk economisch Nederland. Maar dat begint bij een voorspelbaar overheidsbeleid met drie speerpunten. In de eerste plaats de bescherming van cruciale maakindustrie tegen vijandige overnames door buitenlandse bedrijven. Daarnaast een strategie om de mainports voor te bereiden op de toekomst, op een manier waardoor omliggende regio's beter betrokken worden en mede de vruchten kunnen plukken. Daar horen ook innovatie en ontwikkeling door maakregio's met lokale meerwaarde bij. Verder heb je getalenteerde vakmensen nodig om het te kunnen maken. Daarom pleit ik voor een aanvalsplan om de enorme tekorten aan praktisch en technisch geschoold personeel aan te pakken. Want zo maakt Nederland het verschil.